Hoi allemaal! Het is weer tijd voor mijn favorieten, maar dit keer niet van de afgelopen maand. Het is zomer, ik heb weinig nieuwe producten ontdekt en ik dacht, ja, om dan favorieten met zo weinig producten te doen, vond ik niet leuk. Dus ik had bedacht, favoriete gouden oude producten die ik al jaren en jaren gebruik, die je al 100 keer voorbij hebt zien komen, maar die eigenlijk nooit meer in mijn favorieten zitten, omdat ze al zo lang favorieten zijn. Dus ik dacht, ik doe een aantal van mijn gouden oude. Toen zat ik net te bedenken, toen ik alles aan het opzetten was, eigenlijk had ik gewoon een make-up look moeten doen met allemaal gouden ouwe en dan daar zeg maar doorheen het vertellen. Maar ja, dat bedenk je altijd net te laat. En ik heb ook niet meer veel tijd, want ik ga bijna op vakantie. Dus laat vooral weten als je het leuk vindt om zeg maar met alle producten die ik vandaag laat zien een look te maken. Ja, dan kan dat, want ik heb een beetje uit alle categorieën wat genomen. Dus laat maar vooral weten of je dat leuk zou vinden, hieronder in de comments. Let's go! We beginnen bij het begin, namelijk dagcreme. En degene die ik echt al super lang gebruik, dat is deze. Dit is de La Roche-Posay Eva Clar Duo Plus. En deze gebruik ik eigenlijk alleen maar op dit gebied. Dit is het gebied waar ik, als ik een pukkeltje krijg, dan is het hier. En ik heb een fase gehad waarin ik echt ineens weer heel veel pukkeltjes kreeg. En ik heb geen idee waar dat uiteindelijk aan lag. Dat is nu inmiddels een jaar of twee geleden en misschien wel drie. En eigenlijk sindsdien gebruik ik dit. En dat gebruik ik dan alleen hier, want de rest heb ik het eigenlijk niet nodig. En het is, ja, weet je, het is best wel, nou, het is echt wel voor de huid met imperfecties. En ik wil niet zeggen dat het uitdroogt, maar het is wel, ik heb echt van nature een hele droge huid. Dus ik smeer het echt eigenlijk alleen maar op het gebied waar ik het nodig heb. En dat doe ik gewoon elke ochtend en avond, smeer ik het hier op en fantastisch spul. Dus deze van La Roche-Posay. Dan een BB cream die je echt ook al zo vaak voorbij ziet komen. Ik weet niet hoeveelste tube dit al is. Dit is de Maybelline Dream Pure BB Cream. Ik heb hier degene voor oily skin, terwijl ik dat dus niet heb. Maar deze heeft salicylzuur en dit is denk ik eigenlijk een beetje tegelijk begonnen met de fase waarin ik de dagcreme ging gebruiken. Dat was namelijk de tijd dat mijn huid wat onzuiverheden had. En toen dacht ik, ja, hoe kom ik daar nou vanaf? En salicylzuur, dat staat bekend om zijn werking tegen onzuiverheden. Toen dacht ik, nou, laat ik dit eens gaan proberen. En dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Zo goed dat ik het nog steeds gebruik. Ik moet wel zeggen dat ik hem de laatste tijd iets minder gebruik, omdat ik zoveel andere foundation, BB-achtige favorieten heb inmiddels. Wat ik niet had verwacht, want ik vond vroeger echt alles verschrikkelijk. Maar ja, er zijn zoveel mooie producten op de markt gekomen dat ik deze zeker nog wel wekelijks gebruik. Maar ook heel erg afgewisseld met andere producten. Dus de tijd dat ik hem echt elke dag heilig gebruikte, die zijn een beetje voorbij. Dan gaan we door met concealer. En dat is deze. Nou, zoals je ziet, deze is ook alweer leeg. Ik heb de nieuwe, zit in mijn toilet als je voor mij op vakantie. Hier kan misschien nog net twee keer of zo uit. Dit is de Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circle. En deze gebruik ik altijd onder mijn ogen. Helaas niet te koop in Nederland, maar in ieder geval wel in Amerika. En daar kan ik gelukkig altijd aankomen. En ik vind het echt fantastisch spul. En ik heb dan de kleur Fair. En dat is volgens mij de lichtste kleur. En die gebruik ik altijd onder mijn ogen. En dit heeft gewoon een super goede dekking zonder dat het cakey wordt. En love it. En ook dus met mijn wat droge huid gaat dat heel goed. Dan poeder. De Body Shop Bronzer. Hoe kan het ook anders? Dit is een nieuwe verpakking. Ook deze gaat mee op vakantie. Mijn oude, daar heb ik nog een klein randje in zitten. Maar daar weet je nu al, dat gaat natuurlijk mis op vakantie en dan heb ik niks. Dus daar gaat een nieuwe verpakking mee. Oh, ziet er weer zo mooi uit. Dit is de Honey Bronze Bronzing Powder. En ik heb de kleur 03 Medium Matte. En ik vind het echt een van de fijnste bronzers. Ik vind het de fijnste bronzer die ik heb. Dus ik denk ook dat het een van de fijnste bronzers die er bestaat. Maar ik heb nog nooit een betere ontdekt dan deze. Alhoewel ze wel steeds meer goede bronzers, ook budget varianten doen. Dus het gaat al beter. Ik gebruik deze om te bronzen en te shapen. Ik heb hem nu ook op. Ik gebruik hem super graag. Dan een blush. En dat is deze. Dit is de Milani Baked Blush in Luminoso. Deze heb ik nu niet op. Gaat zeker wel weer mee op vakantie. Dit is een prachtige, voor mij perfecte
kleur blush. Het is een beetje pers, het is een beetje roze en het heeft een prachtige gouden glans. En het is heel fijn budget. Even zo kan zien. Het is een heel fijn budget product. En ik gebruik hem echt al. Je ziet hem nog even op mijn hand, ik weet niet of het overkomt. Heel fijn budget product. Volgens mij niet verkrijgbaar in de winkels, maar wel online. Ik heb geen idee meer waar ik hem ooit gekocht heb. Ik doe hier ook echt al zo lang mee. Ik weet niet wanneer die ooit opraakt, maar dan komt er zeker een nieuwe. Ik vind het echt de mooiste blush die er is. Dan, en deze heb ik iets minder lang dan alle andere producten, maar is eentje die ik ever since ik hem heb vrijwel dagelijks gebruik. En dat is deze. Het is de Mary Luminizer van de Balm. Sinds highlighters helemaal hot and happening zijn, ken ik weinig mensen die van make-up houden en niet van highlighter. Dit is gewoon een hele mooie champagnekleurige highlighter. Ik vind hem prachtig en ik draag hem vrijwel dagelijks. Heel soms doe ik een andere, maar nou, ik heb hem nu ook op. Het geeft gewoon een hele mooie glow. Prachtig. Dus deze van de Balm. Ook niet in de winkel verkrijgbaar, maar wel online. Ik doe vaak bestelling op Beauty Balm. Beauty Bay. Beauty Balm. Gaat goed dit. Beauty Bay. En hoe heet het andere ook alweer? Nou, in ieder geval Beauty Bay. En die andere, als ik op kan komen, zou ik nog even opschrijven. Of tenminste, ik zal het even opzoeken. En dat zijn eigenlijk de plekken waar ik dan vaak bestel als ik iets van een... Iets zeg maar wil hebben. Niet eens. Iets wat ik wil hebben wat niet in een... in een Nederlandse winkel te koop is. Dan gaan we door naar ogen. Het Naked. Gewoon het Basic Naked palet zoals het ooit begon. Niet de Naked Basics, want die heb ik ook. Af en toe ook. Maar gewoon het ouderwetse Urban Decay Naked palet. En de verpakking vind ik echt waardeloos. Maar het is echt een zeer geliefd palet. En deze heb ik ook al zo lang. Meestal gebruik ik deze kleur. En die gebruik ik gewoon all over de lid. Maar ik vind Toasted ook heel mooi. Sidecar die gebruik ik dus het meest. Half-baked vind ik mooi. Bug vind ik mooi. En ja, weet je, dit is... ik denk dat Naked 3 mijn favoriete Naked palet is. Maar toch pak ik heel vaak deze. Gewoon, het zit in mijn systeem. Het is mijn gouden oude liefde. En... ja, Naked, weet je, de Naked paletten zijn, vind ik gewoon heel erg fijn. Oh, Naked trouwens is ook een kleur die ik heel graag gebruik. Virgin ook, Hustle ook. Goed, ongeveer allemaal dus. Dan een mascara en dit komt ook niet als een verrassing, denk ik. Dit is natuurlijk een mascara van Maybelline. En dan de Lash Sensational. Ik heb hem nu ook op. Ik heb hem eigenlijk heel vaak op. Ik heb alleen heel veel andere mascara's die ik wil testen. Ik hou ook van mascara's testen. Ja, weet je. Deze, nou, bijvoorbeeld nu, hij gaat ook gewoon weer mee op vakantie. As usual. En dan ook in de waterproof variant. Ik vind het gewoon, hij is niet te nat, niet te droog. Hij geeft prachtig volume, mooie separatie. Ik hou van siliconenborsteltjes. Ik vind het gewoon een hele fijne mascara. En als laatste een lipproduct. En dat is deze. Dit is de Estée Lauder Pure Color Envy Lipstick in Desirable. Mijn ultieme nude kleur. Dit is als een van de eerste duurdere producten, denk ik, die ik kocht. Zeg maar make-up producten. Dus ik heb hem echt alweer best wel, tenminste nou de eerste duurdere, dat is niet waar. Maar wel zeg maar in het Nederlandse, zeg maar in een Douglas of een Issy Paris, was dit een van de eerste dingen die ik dacht van daar ga ik voor. En nooit spijt van gehad. Het is een hele mooie nude kleur. Ik ben niet iemand die dagelijks lipstick draagt. Zeker niet. Maar als ik er dan voor eentje ga, dan is het eigenlijk altijd deze. Of een verzorgende. En die heb ik ook ergens, maar die kon ik even niet vinden. Dat is de Catrice. Nou, het is in ieder geval een tubetje met een soort sponsapplicatortje. Met een verzorgende balsem, ik weet het niet. En ik vind hem heel mooi en die gebruik ik anders. Maar het is vaak een van die twee. En ja, dat is het eigenlijk. Dat zijn een aantal van mijn gouden ouwe. Dit waren de eerste die in mijn hoofd opkwamen. Van als ik dan iets ga doen over gouden ouwe, dan
moeten deze producten erin zitten? Laat ook even weten wat jouw gouden oude producten zijn. Ik ben heel benieuwd. En laat ook even weten of je het leuk zou vinden als ik er een look mee zou maken. En ja, dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Fantastisch. Ik vind het echt een uitkomst. Het trekt heel snel in. Je huid wordt er echt super zacht van. En ja, nee, ik word er heel blij van.